Jij hebt mij nodig. Hoe dat? Nou ja, je hebt mij gebeld, dus ik dacht, die jongen heeft mij nodig. Hè. Ik spring hier binnen, ik kan die niet op kosten jagen. Het is officieel. Vanaf nu zijn jullie de pleegouders van Casper. Proficiat. Jurgie. Oh. Jackie, wat, alsjeblieft, zeg, wat is er hier aan de hand? Ik heb hier een huiszoeking bevel. Frank Bowmans wordt gezocht voor de roofmoord op juwelier Santens. Er is een overval gepleegd bij juwelier Santens. En ja, daar is geschoten. Ik heb ervan gehoord, ja. Want die mens is ondertussen overleden, hè. Ik heb dat op de radio gehoord. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, dat kan allemaal goed zijn, maar wat heeft de Frank daarmee te maken? Ja, alles. Want hij heeft het gedaan. Wat zeg jij nu? Ik zeg, Frank is de dader. Zeg, zit jij op je kop gevallen of wat? Dat kan toch niet? Hij staat op de tape van de bewakingscamera en hij is heel goed herkennen. Jackie, alstublieft, zet jij nu zot of zo, dan is er iets mis met die tape. De Frank die doet zoiets niet nooit. Nee, Simon, dat verbaast mij niks. Frank is altijd een... Mollee, mens, alstublieft, laat nou verstandig werken, zeg. Frank, onze Frank, een roofmoord. Je bent niet juist zeker. Ja, luister, mensen. Ja, ik kon het eerst ook niet geloven, maar hij is duidelijk herkenbaar. En zelfs uw camionet staat erop. Pas op. De klanten zien Sophie wel zitten, hè. Schoon benen, lekkere konijnen. Nee, ze heeft talent. Jij denkt toch niet, hè, dat ze van plan is om dat hele... Als puntje bij paaltje komt, dan komt er niet veel van terecht. Dan doet ze niks. En mannen die zo'n mokken bestellen, ja, die willen geswangeerd worden. En zo'n ijskonijn vinden ze niet plezant. Dat brengt ook niet genoeg op. Luister, hè. Ik wil dat jij... Jij hebt niks te willen. Ja, maar... Jij moet er alleen maar voor zorgen dat Sophie een beetje gemotiveerd geraakt. Hè? Een beetje enthousiaster wordt. Want anders gaat Sophieke nooit genoeg centjes opbrengen. Ik denk er niet aan. Sophie moet dringend stoppen met dat escorte gedoe. Ja, ruim dat op en pak maar mee. Ja. En jij weet echt niet waar uw man zit? Meneer, met alle respect, dat weet ze nou echt niet. Hè. Ik zet hem nou persoonlijk ook al een paar dagen ontzoek. Ik vind hem begot niet. Al goed dat ik hem niet vind, is zwaar. Een moordenaar. Ik heb liever dat mevrouw zelf antwoordt. Wel? Zit jij nu doof of wat? Hoe dikwijls moet ik dat nog herhalen? Nee, ik weet niet waar dat de Frank zit. En uw camionet bent u ook al zo lang kwijt. Meneer, het is zelfs ons camionet niet meer. Wij zijn failliet. Heb je dat gehoord, Baalmans? Uw vriend Bowmans had blijkbaar reden genoeg om die overval te plegen. Ja, en heeft de Frank die camionet meegenomen? Dan? Ja, Jackie, ja. De Frank heeft die camionet meegenomen, ja. Maar dat is nog geen reden om een overval te plegen of om iemand te vermoorden. Heb je een recente foto van uw man? Wat was dat? Ze kan het niet aan, Tony. Ze heeft schrik en ze is vies van die venten. Oh. En daar moet ik van wakker liggen? Ja, misschien niet. Maar het kan alleen maar erger worden. En dan is uw reputatie ook naar de kloot. Is dat wat je wilt? Mijn reputatie? Ja. En daar moet ik ook van wakker liggen. Ik ga terugdealen. Ah, tuurlijk ga je terugdealen. Dat is het enige dat je kunt. Wat zou je anders doen? Alleen brengt dat niet genoeg op. Dat is niet waar. Dat is nog altijd het geld van Femke. Manneke, toch? Uw zus die kan nog jaren liggen kloten in haar winkeltje met pistoleetjes om al dat geld terug te betalen dat jij geleend hebt. Mijn geld? Geld waar jij met je stomme poten had moeten afblijven. Ja, ik kon toch ook niet weten dat je vervroegd ging vrijkomen? Ik had u dat geld in bewaring gegeven om bij te houden en niet om uit te geven. Luister, Tony. Je moet haar maar rust laten. Ze zit aan de kook. Met alle paranoia van tien. Voor hetzelfde geld gaat ze straks aan haar ouders vertellen. En dan? Hè? Dan heb je de flikker op je kap, hè? En ik ook. Is dat wat je wilt? Ik zal er eens over nadenken. Hè? Dan moet jij wel nog iets doen. Hè? Een speciaalke. Oké. Okay. Als jij maar rust laat, hè?
toch schoon zijn. Ik vind geen foto waar dat de Frank alleen op staat. Ja, die ziet er anders niet slecht uit. Geef maar hier. Daar staan we wel met ons drieën op. Het gezin Bomans, schoon. Zeg maar gerust, je zult hem zo snel mogelijk terugkrijgen. We hebben die nodig voor signalement te geven. Simon, ik... Jacques, ik weet het. Jij kunt er niet aan doen. Maar ik heb toch liever dat je ons... Dat ik ons nu even alleen laat. Ja, dat versta ik, ja. Maar beloof me één ding. Hè. In uw belang en in dat van de Frank, in godsnaam, belt mij op zo gauw dat je iets van hem hoort. Oké? Okay? Zeg, Balmans, is het nog voor vandaag, zeg? Ja, ik kom. Oh, hier, ze. Doe deugd dat je hem terug aan tafel ziet zitten. Zeg, Kasper, luister eens. Hier ze. Wilt jij nog een beetje cake? Nam, 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 nam. Ah. Nu al? Maar hoe is het, Chas? Je zou toch gaan schem Chas of? Ja, zeg, papa. Hij zal hij moe zijn, hè? Het is voor hem ook een drukke dag geweest met al die emoties. Ik word er juist wakker van. Ja, dat geeft mij energie. Ja, dat was ik al bang. Maar als ze een sleutel heeft. Ah, oké. Okay. Gasper, van ja, kom dat hij eerst zo niet gaat doen. Nu, heb je budget al dit naar je kom dat van Atelier. Ja, bij jou zat die een week om net je. Die vier tijd is een huis. Hij is bang om alleen te slapen op kamer. Dus daarom dat hij in stallen sliep. Bij paarden. Maar alleen wel, ik. Kunt uw pleegkind toch niet terug in de stal steken? Nee, dat is waar. Rosa, wij kunnen misschien matras leggen op grond. Op onze kamer. No. Hè? Oké. Okay. Bye, John. Hey. Die mooie spatunas. Allee, vooruit. Hier dicht, een kleine, hè. Ze biedt komt hem nog tussen allen liggen. Oh, zeg, heel alle tijd, hè. Ik vind hem daar een beetje groot voor, hè. Simonneke, je drinkt, manneke, drinkt. Kom. Zeg, de Frank, ik kan dat niet gedaan. Maar die mensen zijn zo veel te braaf. Och, allee, zwaar, dat Frank te braaf. Heb het nu over dezelfde persoon? Jij weet toch ook dat de Frank een agressieveling is, hè. En pesten en belachelijk, maar en mensen zeer doen... Dat zoiets eindigt met een moord. Ik verschiet er niks van. Angel, alstublieft, zeg. Ja, alstublieft, hè. Weet je wat dat volgens mij is? Volgens mij is de politie hem door dik in vergist. Dat een videoband met heel die affaire noemen, dat is allemaal dik vervals gegooid. Dat zien. Heel die spullen, oh, dat is al, zwaar, dat allemaal... Is... Ver, het is vervals, zeg ik. Oh, dat is alstublieft, stop ermee. Simonneke, wat pijs jij van die al dat vare kind? Ik weet het niet zo. Ik weet niet meer wat ik er moet van denken. Ik ga even op mijn bed gaan liggen. Ik stik van de koppijn. Weet je wel dat mijn verstand nou zo stilke zon te klein voor geworden is? Dat jij zo hard geworden bent, listen dat. Even af, hard. Gaan we daar nu over beginnen, Sven? Ja, misschien zei jij dat altijd geweest, maar ja. Heb ik dat niet gezien, dat ik te verliefd was, hè. Zal dan wel zeker. Je weet wat dat ze zeggen, niet? Ik heb mij ook in u vergist, kerel. Zo goed gelovig. Zwa, jij gelooft nu toch eens alles, hè? Dat is juist, ja. Ik geloof alles. En zeg je dat er een tijd was dat jij dat zo charmant vond van mij?
Amai, jij bent vroeg op. Ja, jij ook. Hè? Ja, ik moest wel. Ja, ik moet nog affiches gaan hangen voor de Hansen en Benefiet. Mm. En dan moet ik daarna bij de mensen nog een beetje geld gaan afluizen. Vind ik niet plezant, hè? Nee, dat... Je weet, als ik iets kan doen, dan moet het maar vragen. Dan moet ik het maar vragen. Ja, ja, ja. Madameke Geeuw. Maar je bent precies nog niet aan helpen toe, hè? Heeft de Kasper je wakker gehouden? Nee, Kasper niet, hè. Waldek. Waldek is ongeveer om 12 uur gaan zien of de Kasper goed sliep. Allee, het kan ook om de 3 kwartier zijn geweest. Dat weet ik nu niet exact, maar in ieder geval, ik heb niet veel geslapen. Het is toch schoon, hè, zo'n bezorgde vader. Het is vooral vermoeiend. Ja. Allee, zeg. Ben jij zo vroeg op de ochtend mee bezig? Eitjes aan het kopen. Allee, kom, we gaan nog wassen. Nee, het is tijd om op te staan. Daarbij kan je maar slapen. Ja, maar ik heb er toch niet over slapen. Nee, jij niet, dat is duidelijk. Hé. Hey. Werner. Nee, wat is er? Is er iets? Maar nee, er is niks. Wat zou er moeten zijn? Er is wel iets, hè. Je zit duidelijk met een ei. Tja. Nee. Misschien. Ja, maar zeg, misschien als je zegt moet je bezig zijn, hè. Kom. Waarom heb je tegen mij niet gezegd dat je met van alles bezig bent voor die benefiet van Antje? Van alles ben je toch niet met van alles bezig? Ja. Nicole en Hugo contacteren, bijvoorbeeld. Oh. Ah. Heb je het eindelijk over uw wacht gekregen om uw pleegzoon wakker te maken? Ja, ja. Hij zegt dat hij heeft geslapen als een ros. Ja, jij kunt het weten. Want je hebt hem om de 5 minuten gecontroleerd. Ruzitska, rada stoti garasho spal. Hm? Wacht. Kijk, goedemorgen. Dat is een dobraje utra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Rositska. Oh, die is toch echt om op te eten. Oh, ik ben blij dat hem zo gelukkig is. Ah, maar ik ben ook gelukkig, hè. Ja, ik weet dat toch. Ah. Kom hier, mijn grote polsen zat. Oei, dat is hem precies niet gewoon, dat 2 mensen elkaar knuffelen. Of misschien denkt hij aan zijn ouders. Dat kan. Ja, we zullen hem een beetje tijd moeten geven, denk ik. Kasper, gaan we eten? Zeg, maar dat kent hem al, hè? Ja. Ja. Ik zag geen enkele reden om nee te zeggen tegen Jenny. Hè. Het is tenslotte voor het goede doel. Ja, je hebt gelijk. Ik ben zelfs blij dat je dat doet. Ik was alleen wat in de war omdat je mij niks gezegd had. Dat is kinderachtig. Hé, hey, trek het niet aan. Ah, jawel. Oh, ik had niet zo moeten reageren. Als er iets is wat ik kan doen voor even, dan moet je het mij zeggen. Ja, maar het is vooral van Antje dat we het doen. Ja. Ja. Misschien kunnen wij iets ludieks bedenken voor die benefiet in ons bed. Oh, dat lijkt mij wel een goed idee. Oh, dat vind ik echt een... Maar Frank, de moordenaar, dat geloof ik niet, hoor. Er zijn anders bewijzen genoeg, hè. Oh, bewijzen, bewijzen. Ga je naar de kliniek, manneke, naar Nanteke. En die videoband, is dat geen bewijs misschien? Oh, Marieke, jij begint al precies gelijk als Angèle. Ja, excuseer dat ik het nou zo zeg, maar... Gij vrouwen, gij kunt zo hard zijn in die dingen. Mijn verstand is door te klaanvuizen, hè. Allee, je hebt gisterenavond dus weer ruzie gemaakt met Angèle. Och. Maar wat de... Ik ben er nog altijd niet goed van, joh. Maar vast, wat? Je trekt u dat te hard aan. Een relatie kan toch niet stuk gaan door een ruzie over een vriend? Ik hoop het, Eva, ik hoop het. En dat gaat toch altijd zo positief kunnen blijven. Wat wil jij die energie, hè? Met al uw misère. Ik moet wel, maar ik meen het ook. Ja. Allee, salut, hè? Ja. Kom, zwa. Wij moeten gaan werken. Nou, speelt dat toch in mijn kop, dan zou ik na toch de Frank niet moeten gaan zoeken. En dan? Allee, stel nu dat je hem zou vinden, wat ga je dan doen? Politie bellen? De police?
Je zei niet, juste, niks police. Nee, nee, ik zou die mens proberen te... Ja, ik weet nou nog niet hoe ik dat juist zou doen, maar ik zou dat toch proberen. Hopla. En dan zit jij ook in de gevangenis als medeplichtige. Is dat wat je wilt? Ja, maar nee, Zwakke, als ik u een goede raad mag geven, houd u daar buiten. Allee, kom. Marieke, de Frank die heeft niks gedaan. Dat is potverdekken met een beste maat. Voilà, c'est. Koffie en vers gezet. Merci, Angèle. En koffiekoeken, alstublieft. Maar het kan precies niet op vandaag. Ik heb de ijskast ook bijgevuld. Want zolang dat jij zonder centen zit... Angèle, alstublieft, kunnen we mij alstublieft één plezier doen? En vandaag is niet zagen over geld. Ja, Simon, zeg, ik doe dat allemaal maar om goed te doen. Ja, hè. Ik weet het. Trouwens, als de Frankjes 5 minuten had nagedacht, hè, dan zat hij nu niet zonder geld. Hè. Weet wat jij zou moeten doen, Angèle? In plaats van constant op de Frank zijn kap te zitten en tegen mij te zitten zagen, hè, dat is huur betalen. Dan zouden mijn financiën er direct een stuk beter uitzien. Jij meent dat niet. Oh, een advertentie van een half blad. Zoveel? Oh, jongens. Ja. Nee, dat kan best zijn. Ik verschiet alleen dat zoveel is. Ik zal het een keer opschrijven. Hè. Ja, maar natuurlijk meen ik dat. Ik had u toch beloofd dat ik u zou helpen? Ja, maar zoveel had ik niet verwacht. We zijn een engel. Wat denk je? Ik denk dat dat misschien wel verstandig zou zijn als ik daarvoor een keer langskom. Hè. Ja, zie je wel. Wanneer? Ja, dat gaat voor mij. Goed, tot zo dadelijk dan. Dag. Ik moet een keer met een aannemer gaan klappen in verband met die loodsen, want... Zal ik meegaan? Maar jij bent bezig. Het is niet nodig. Ik kan het echt wel alleen aan. Ja, tot straks. Dag, Jenny. Dag, Walter. Marianne, vertrouwt je me nu nog altijd niet? Oh. Er is nog altijd een zekere argwaan. Ja, ik denk dat je het zo wel kunt stellen. Ja, maar is er reden voor? Je bent nu toch een paar dagen samen weg geweest? Ja. Maar ik voel dat hij nog altijd begaan is met haar. Allee, ze laat hem nog altijd niet onverschillig. Trouwens, dat heeft hij zelf in zoveel woorden toegegeven. Maar je gaat hem niet beginnen controleren, hè? Want dat werkt averechts, hè? Ja, denk je dat ik dat niet weet? Oh. Het is soms sterker dan mezelf. Hey Betty, ik had vragen afgesproken met u. Nee, niet een dag. Oké, klap, ja. Moment, ik zal straks terugbellen. Dag. Hey, Walter. Ja. Ik ga naar het bureau. Eens kijken of er drukproeven zijn. Ja, kijk een keer als er drukproeven zijn. Ja. Dat is een verstandig meisje, hè? Tactvol. En heeft ellebogen, hè? Mokkerke. Wat ben je aan het doen, Walter? Ik niet. Mag me niks wijs, vriend. Ga maar met Betty aan het bellen. En weet je waarom? Omdat Marianne te kakken heeft gezet waar ik erbij was en dat ligt mij niet. Ja, maar allemaal goed en wel, Walter. Maar maakte geen nieuwe problemen? Als ik u was, ik zou uit de buurt van Betty blijven. Och. Jij en Maaike dan? Wauw, Maaike. Hey, dat heeft daar niks mee te maken. Dat is verschillend. Wij zijn een team. Zijn wij een goed team? We vullen met elkaar goed aan. Ja. Ik kan het nog altijd niet geloven. Ik ook niet. Maar ik ben blij dat je naar mij bent gekomen. Maar ik zou zo graag iets voor u kunnen doen. Niks kan maken. Ik ben gewoon al heel blij met uw gezelschap. Ik hoop ook met mijn eten. Oh. Het is echt waar heel lekker zo. Excuseer. Bitmo. Meent jij dat? Serieus? Daar moet ik wel eens over nadenken, hè. Oké. Goedemiddag. Wat is er? Dat wil ik niet weten. Het is niet waar, hè. De Frank is... Nee. Het is iets helemaal anders. En ook heel pijnlijk. Het was Marie. Zij heeft me een job aangeboden. Wacht, Simon. Ik heb nog niet ja gezegd. Ik heb u altijd de beste baas gevonden die ik mij kon wensen. Daar gaat het niet over. Moker, nee.
Nee, je mocht daar niet over nadenken. Je moet dat doen. Je moet nu ook eens aan je eigen denken. Aan je inkomen en aan je toekomst. Dus Casper is nu officieel jullie pleegzoon? Ja, het staat op papier. Ah, wel, Rosa, ik ben blij voor u. Echt waar. En de Waldeck, die moet nu supergelukkig zijn. De Waldeck? Amai, die kan zijn geluk niet op. En wel, mannen, wat nu? Klein accident met paard, Rosa. Je bent in plas gevallen. En dan kom je langs Baguette binnen, nou wel, merci. Allee, hoe is het gebeurd? Och, Rosa, daar moeten geen vragen bij stellen. Er zijn mannen, hè, die maken er altijd een mispap van. Zeg, mispap zal het gaan, niet overdrijven eens, zeg. Het is zo. Gelijk, ja, Sam. Maar ja, ik spreek uit jarenlange ervaring. Nee, maar Rosa, dat moet je niet te veel zeggen tegen haar. Allee, kom, mispap, werk er vooruit. Och, jij kunt gewoon niet tegen de waarheid. Leveren, zeg. Het is toch zo? Allee. Ja, Rosa, ik wou Casper op surprise zetten. Surprise gaat zelf wandelen, ja, en... Maar, ik moet niet lachen, G. We zijn gewoon in dezelfde plas gevallen. Wij moeten kijken. Renzo? Sophie, ik heb met Tony gesproken. Je mocht stoppen met dat escort gedoe. Dat is wel waar. Het is waar. Dat kan mij niet schelen. Ik wil die koop. Zot. De universiteit hoopt in het najaar de eerste resultaten van dat onderzoek bekend te kunnen maken. Het parket heeft de mogelijke overvaller op juwelier Johan Santens herkend op de beelden van de bewakingscamera. Maar de man is nog altijd spoorloos. Dat is zo net gezegd op een tweede druk bijgewoonde persconferentie na de roofmoord. Een gewapende man was vrijdagavond even na 11. De man en zijn bestelwagen zijn volgens het parket duidelijk in beeld te zien. De politie verspreidt nu een opsporingsbericht. Het gaat om Frank Bomans. Hij is 51 jaar, blank, normaal gebouwd en 1,90 meter groot. Hij heeft een langwerpig gezicht, blond, dunnend haar en blauwe ogen. Hij verplaatst zich met een witte bestelwagen met opschrift Sanitechniek en kenteken CHV 326. Tijdens de overval droeg hij een donkere lederen jekker, een hemd en een donkere jeans. Voilà. Ziet er nu waarom dat we rap moeten zijn. Binnen nu en een week is die gast opgepakt. Ja, richtig. Eerst checken of hij daar nog staat op diezelfde plek. Van het onderzoek naar een gewelddadige roofoverval is de politie op zoek naar Frank Bomans. Het gaat om een blanke man van een jaar of 50, groot met een langwerpig gezicht en dunnend haar. Hij heeft blauwe ogen. Tijdens de overval droeg hij een zwarte lederen jacket.